is zover. Het laatste stukje. We gaan weer op pad. Kijk eens. En de koekjes. Ga de koekjes opeten. Nee? Oh. Nou jongens. Het laatste stukje naar... Het heeft gevroren hier. We slapen vlakbij Madrid. Luna gaat toch maar even het koekje opeten. Loen. Heb je lekker geslapen, Loen? Heb je lekker geslapen, Loen? Oh, kijk eens. Lekker, hè? Ga pakken, Wap, het koekje. Ja. Dan gaat ze in één keer de koekjes opeten. En alle koekjes weg. Nou, Loen heeft dus ook lekker geslapen. En Wappo ook. We gaan weer in de bus. En Jurgen is ook bijna klaar. Loen denkt, nu ik erover heb, laat ik de koekjes toch mooi liggen of zo. Kijk eens, daar is goedemorgen. Morgen. Nou, ontbeten, kijk die Luna. Ik heb gauw alle koekjes opgegeten. En net zijn we weg, en liggen al die koekjes er, dat heeft ze niet? Nee, ze denkt, ze laat ons achterin op de hotelkamer, maar dat doen we niet door Loen. Ga gewoon lekker mee. Ga gewoon lekker mee. Schelle stem. We gaan de reis vervolgen en we zien jullie straks natuurlijk weer in Polopos. We zijn dus onderweg. En nou, het is erg druk op de weg. 600 meter, hou rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor M50, A42. M50, A42. Toledo. Hou rechts aan bij de splitsing. Zij zegt houden. Kijk, die lucht is gewoon weer helemaal onbewolkt en blauw. Geen regen meer. Het heeft vannacht gevroren hier. 1,5 kilometer doorrijden. Flink ook. Morgen met de hondjes wandelen. Toen was het allemaal ijs. De auto's. Want vannacht of gisteravond reden. Want toen zag jij die wagen rijden. En toen zeg je, wat spuit die nou? Ja, dat was dus antivries. Voor op de straat. Maar dat klopt er dus wel. 3 graden. Maar het ziet er allemaal heel mooi uit. En we zijn dus eigenlijk al zo'n beetje Madrid voorbij. Madrid ligt helemaal daar. En dit zijn eigenlijk de voorsteden en de randsteden eromheen. En daar hebben we lekker geslapen bij het Ibis Hotel. Ibis Hotel, complimenten weer. Hé Jurg? Ibis is altijd goed. We maken geen reclame, het is wel dat goed. Nou ja, geen reclame. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die kijken die ook reizen. En dan zeg ik, neem gewoon een Ibis Budget Hotel, want die zijn gewoon altijd goed. Fris, schoon, lekkere bedden, lekker ontbijtje. Dat is toch reclame? Nee, is geen reclame, maar gewoon om te helpen. Hou links aan bij de splitsing. En ik moest wel heel erg lachen, want... We moesten vandaag in Spanje voor een ontbijtje bij de Ibis 6,95 betalen. Dat was een heel uitgebreid ontbijt. En gisteren betaalden we in Frankrijk 12,95 voor hetzelfde ontbijt. Het is gewoon bijna dubbele. Dus met andere woorden, je houdt van Spanje? Zeker weten. Het scheelt toch een hoop, hè? Ik zeg altijd maar zo, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Kijk eens. Hier zie je het goed. Kijk, de sneeuw die bergen zijn. Dan zie je daar de Sierra en dan zie je daar gewoon een lift omhoog gaan. Dan weten we dat daar nu allemaal mensen gewoon aan het snowboarden en het skiën zijn. Ik wil je Engels zo mooi, hè? Kijk eens hoe laag het water staat. weer op Bekonde Europa voor de mensen die dit nog nooit hebben gezien in onze vlog. Dan heb je echt wat gemist. Dan moet je eens kijken wat een rustig weer het is. En hoe helder het water. Kan je dat zien? We zien geen vissen. De vogel vliegt lekker vrij hier. Daniel is ook even allemaal filmpjes aan het maken. En we gaan even een plekje zoeken om te ontbijten. En gisteravond stond dit helemaal in de verlichting. Dat hebben jullie als goed zo kunnen zien. En vanavond lopen we eventjes nog, als alles verlicht is, hier naar het uitkijkpunt. Kunnen we even kijken of we misschien een mooi uitzicht kunnen filmen vanaf hier. Er liggen geen mensen op het strand. Er is wel iemand aan het zwemmen. Die is denk ik Wim Hof. En daarachter heb je een hotel, daar zit ook lekker iemand te zwemmen. Maar die zit in het zwembad. Maar het blijft wel een heerlijk uitzicht zo. Wij zitten weer in de auto en dit ding is zo modern. Hoe doe je nou dat ding naar beneden? Het geluid? Oh ja, het geluid, gewoon, ik doe het gewoon zachter. Zachter, ja. Het geluid naar beneden. Ja. Geluid zachter. Dat kan hier allemaal niet op dat ding. Camping. Het is ook apart, hè? Zo nieuw. We hebben er de ballen verstand van. Waar wij zijn, je ziet het is 18 graden, maar zo voelt het niet. Het voelt als heel veel warmer. En wij zijn onderweg. Dat is ook een mooie plek om te staan met je camper. Wij zijn onderweg naar Torrox. Dan gaan we daar even kijken. We hebben lekker ontbeten. We zien hier allemaal een mooi huisje tegen de wand. En dan gaan we binnendoor. Dus niet via de snelweg. Lekker langs de kust. Genieten van alle palmbomen. Dat geeft toch ook wel een vakantiegevoel. Moet je die kuiten zien, joh. Bravo. We lopen bij Torrox Costa in de buurt. En moet je toch eens horen hoe stil het hier is. Er gebeurt hier helemaal niks. Het is dat je nog af en toe wat mensen hoort lopen. Maar het is wel lekker rustig. We gaan even bijkomen van onze wandelingen. Zo, de reis zit er weer op. Luna is het helemaal zat, dat horen jullie wel. Maar kijk eens hoe kalm de zee is. Luna die houdt het niet meer. Het is prachtig mooi weer, het is 19 graden. Luna heeft net water gedronken. Ja. Stress kotst het zo weer uit. Ja, die is gewoon, heeft een of andere geluidje gehoord in de bus. En die vindt nu in één keer de bus helemaal eng. Ja. Maar goed, dat zal wel ook wel weer overgaan voordat zo'n jongen is. Ja, het zijn visjes. Kijk eens, wat een mooie kalme zee vandaag. Het zit heerlijk te vissen. En wij gaan weer beginnen aan ons ritje naar boven. Naar het geliefde Polopos. dat denk ik niet. Ik denk dat het nepijs is. Van dat, nee. Van dat plastic, weet je. Van dat plastic. Nou, dat moeten we niet. Nou, we zijn weer terug in Nerja. En dit is dus gewoon op het middenplein waar we altijd naar boven komen. Waar dan de garage onder zit. Ja, we zijn een hele kinderparadijs gemaakt. Allemaal een soort kinderkermis. Hartstikke gezellig. En wij gaan eerst eventjes terug naar het appartement. En dan gaan we weer gezellig op ons favoriete terras zitten. Heerlijk even eten, want dat hebben we nog niet gedaan. Wel geluncht, laat ontbijt, lunch. En dat gaan we dus nog even doen. Want het is nu 6 uur, denk ik. Dus wel, het is wel een mooie tijd om te eten. Het is wel een beetje Nederlandse tijd, maar ja. We gaan eerst in ieder geval nog even naar het hotel tijd trekken. Nog even leuk om te vertellen. Precies hier doen we altijd onze nagels. Ben je er klaar voor? Moet je nog wat aan? Ik moet even plassen. Oké, nou doe ik even wat anders aan en dan kunnen we gaan. Er zit nog helemaal bij niemand. Er zit helemaal niemand. Nou, dan kunnen, de heaters zijn ook nog niet aan. Nou, lekker dan. Helemaal niet gezellig, nee. We zijn ook veel te vroeg. Mensen zijn net bijna allemaal klaar met lunchen. Maar goed, de boel is hier versierd en we zullen het even laten zien. Ik vind het wel jammer hoe het op beeld overkomt eigenlijk. Want het is in het echt veel mooier. Maar we lopen even naar de gekleurde kerstboom. Die ze wel mooi hebben gedaan. Alle verlichting hier. Zelfs de kleine boompjes hebben ze versierd. En de lucht is volgens mij best wel rood. Oh, oh nee, nu is het de zoon. Vanochtend zat er een volwassen meneer te pingelen op zijn gitaar. En toen zaten we hier aan het einde op de boulevard. Maar de lucht is wel super mooi. Dan kunnen we genieten van de zonsondergang met de kerstsfeer op de achtergrond. Dat is toch eigenlijk misschien ook wel mooier nu dan dat het is als het helemaal donker is. Ik ga even hierheen hoor. Laat ik even het uitzicht zien. Vanaf hier. Met de mooie lucht. Want we stonden hier vanochtend ook al. Toen was er wel iets meer wind. Nog niet veel. Maar dit is het uitzicht hier zo. Oh, staat die precies voor de kerstboom. Leuk hè? En het is zo lekker weer. Ondanks dat Daniel met een windjas loopt, is het prima te doen. Vind je het koud hier? Is het koud? Nee hè? Nu valt wel mee met je jas aan. Kijk. Helemaal tot aan de top. Avond in Polopos. De maan. Oh, kijk die lucht. Even kijken. Even naar de rand lopen. Wat zien wij daar? Kijk eens. Hoe mooi. Kijk dan. Dat is toch een plaatje. En even lekker wat eten.